bunkerbewoners en aan ieder die deze video ziet en hoort. Mijn naam is De Herder en beschouw deze video als een waarschuwing. De onderhandelingen en afspraken die ik met jullie heb gemaakt zijn niet nagekomen. De afgesproken verdeling van spullen, goederen en munitie die jullie hebben buitengemaakt in jullie search runs zijn niet of niet op tijd aan ons geleverd. En dat terwijl we jullie toch echt met rust hebben gelaten. De keuze tussen mij en de Witte Boren was gemaakt. U zou onder mijn bescherming vallen en alle zaken met de Witte Boren zouden worden verbroken. En toch zijn er meerdere van jullie betrapt op handel en samenzwering met de Witte Koningin. Ondanks dat ik een verbod heb gelegd op het gebruik, voorhanden hebben en verhandelen van plezierpillen, tripdrankjes en andere geestverruimende middelen, zijn toch meerdere van jullie betrapt en gezien dat ze jullie deze stoffen tot zich hebben genomen. Daar komt bij dat een van mijn mannen voor plezier en genot is vastgebonden, gemarteld en in koude bloeden is vermoord door jullie. Op film is te zien hoe tijdens een feestje met de Witte Koningin hij door jullie is geslagen, geschopt, gestoken, gesneden en heel duidelijk te zien hoe jullie aan live publiek allebei zijn knieën breken. En uiteindelijk onder luid gelach en gejuich zijn keel wordt doorgesneden. Deze man riskeerde zijn leven voor jullie en om jullie veilig te houden. Hij ging het gevecht aan met iedereen die een dreiging voor de bunker vormde. Hij was waakzaam en dienbaar voor jullie en jullie hebben hem vermoord. En hij was niet het enige slachtoffer. Ook Roland, de wetenschapper en de man achter de productie van Compa, werd door jullie vermoord. Hij was de enige persoon die de formule wist en de mogelijkheid en de capaciteit had om deze middelen te produceren. En door jullie stommiteit en door jullie acties is deze vent nu dood. Daardoor zal er dus binnenkort een tekort ontstaan en zeer binnenkort zelfs geen Compa meer beschikbaar zijn. Mijn mannen hebben bij een van mijn opslagpunten bunkerbewoners betrapt op het leegroven van de daar aanwezige voorraden. Twee daarvan hebben het direct met hun leven moeten bekopen. Vier hebben we laten lopen. Eén persoon hebben wij hier gevangenschap. Het mogen duidelijk zijn dat jullie acties en handelingen niet zijn goed te praten. Hier zijn geen excuses voor. Het is dan ook dat door deze genoemde punten ik jullie schuldig acht van samenzwering, muiterij en verraad. De bunker zal nu als vijand worden beschouwd. Het is mijn taak om Nederland te beschermen van vijanden. En ieder die zich in mijn gebied bevindt zal worden opgejaagd, van zijn spullen worden ontdaan en loopt een zeer groot risico dat met zijn leven te bekopen. Ik zal jullie tonen dat dit niet een dreigement is, maar een belofte. Mannen, laat de bunkerbewoners zien wat wij doen met verraders. Jullie weten wat we moeten doen. Onthoud mijn naam goed. Weet wie wij zijn. Door de sterkste overleven. Goed fucking bunkerbewoners. Dit is jullie schuld. We hebben nauwelijks eten. We hebben nauwelijks accelerator, compa. Hier hebben we een van die teringhaaiers. Heb je nog wat te zeggen, jongen, tegen de vrienden thuis? Hè? Zeg eens aan. Jullie schuld. Fuck je. Yeah. Fuck je, blauwe Jante. Jante, kijk uit. Je bent... Sitting here, I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah,
take a step back to see the truth of